Hey. Ik kom net aangereden op de fiets. Ik wil het zeggen, ik mis hem al. Ik wil niet op de foto. Ja, maar. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Nou ja, wij kregen net een melding dat er nog iets anders aan de hand was. Dat is een vermelding. Hopelijk een geweldpleging. Nee hoor, dat, dat de dingen geroepen werden naar minderjarigen van een kleinere kinderen van 12. Nou ja. Ja. Zoals? Ja. Dat wordt gezegd door. Ja, wat, dat is een melding. Wat werd er geroepen? U krijgt een melding. Kinderen. Ja, daarom komen wij hier even kijken. Wat werd er geroepen? Daar vandaan. Wat werd er geroepen? Dat is voor ons ook niet duidelijk. Dat er werden gewoon dingen gezegd tegen de kinderen. Kinderen die worden aangesproken tegen hun hulp, die allerlei verhalen krijgen over COVID en dergelijke. Dat is de melding. Ik ga geen ja of geen nee erover spelen. Okay. Ik was er oh, gelukkig. Nou, je bent misleid hier. Wij waren er ook niet bij. Ze hebben je voor de gek gehouden. Nou ja, ik kan wel zeggen dat het niet bij was, maar er wordt gerefereerd aan deze groep mensen met deze auto. Ja, ik heb nou, je bent voor de gek gehouden. Ik heb geen kinderen gezien, meneer. Nou ja. U heeft een valse melding gekregen. Ja, dat kunnen jullie zeggen. En ik zeg ook, dan krijg je een ja- en nee-discussie en daar ga ik niet aan meedoen vandaag. Nee, terecht. Dus want ik was er niet bij. Nee. Of wilt u een kop koffie? Nee, geen kop koffie. Wel graag even een legitimatieprijs. Ja, daar moet een reden van doen. Dan moet hij toch zijn naam en adres achterlaten. Wat zegt u, meneer? Als iemand een valse melding doet, dan is dat toch strafbaar? Oh, kom er net aan. Ik zeg al, dit is een ja-nee discussie waar ik niet aan ga beginnen, want ik was er niet bij. Dus ik heb niet de wijsheid te pacht daarover. Ik zeg alleen, we krijgen een melding. En dus gaan we dat doen. Nou, die meneer heeft kennelijk geen zin in het verhaal. Wat voor verhaal? Blijft even aan de overige mensen die hier staan. Omdat iemand iets roept, moeten wij ons legitimeren. Dat vind ik wel raar. Wij kunnen dat mag je raar vinden, maar ik vraag het gewoon even. Ik kom er net aangelopen, ik kom even kijken wat er aan de hand is. En die meneer die werd verbaal agressief. En behoorlijk agressief. Ja? Maar wij bellen ook niet de politie. Zal u überhaupt komen? Als wij hier gewoon vrees staan. Die discussie ga ik even niet aan. Ik kom hier gewoon even mee. Dat is vrij heel vriendelijk. Zo simpel is het. Dat ik wil weten met wie ik gesproken. Omdat iemand iets roept. Nee, omdat ik het vraag. Dat gaat weer slecht worden voor mijn social credit score. Dat krijgen we straks voor een regering. Hier is mijn legitimatiebewijs. Mag ik die van u ook even zien? Kijk, dit is dus misdaad. Want dit is helemaal niet rechtsgeldig. Nu bij. Wil je het anders waar je naam op staat? Waarom heeft hij niet bij dan? Ja, ik zeg het niet dat het moet, maar normaal gesproken niet. Hij heeft bij de naam op staan. Je bent ouder dan 14 lijkt me en dan moet je in Nederland gewoon een legitimatiebewijs bij je. Ja, maar je moet wel een geldige reden hebben om te tonen, maar ze houden zich er nooit aan. Werk, meneer. Meneer werkt, dat is geen werk meer, man. Grappig. Ik maak geen foto van uw gezicht, meneer. Ik wil alleen eventjes zitten. Prima. Ik heb mijn voornaam te noemen. Ik heb alleen een voornaam te noemen. Ja. Wat is uw voornaam, man? Jun. Erik. Jun. Jun? Ja. En dan schrijf ik J-U-N. Ja, nog eens. Ja, je hebt zo'n... Wat is Jun? Voor je het weet, zit je in de kamp. Okay. Vijf keer je naam genoteerd wordt, dan kunnen ze je opsluiten. Oh, dat wist ik nog niet. Ja. Nou, ik kom er net aangelopen. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar zo gaat het in Nederland. De hele dag, mag ik dit, mag ik dat? Met u ga ik geen discussie aan. Dat zijn de nieuwe regels. Dit had ik even niet verwacht. Ik dacht, ik kom een bak koffie brengen. Ja, heel goed. Echt kijken, hè. Oh, dat mag ook prima, daar zeg ik helemaal niks van. Nee? Wij worden beschuldigd dat we kinderen rare dingen naar kinderen vertellen. We gaan hun van ons beschuldigen. Zo. Ja. Dus ik zeg hem verder helemaal niks. Dank je zeer. Dus ik zet hem even koffie brengen. Pas op, ik ga hem. Dat is goed voor de sfeer. Steek ja, precies. Erbij. Ja. Meestal gaan ze nog doxen of zo, weet ik wat allemaal. Heb ik een koffie? Agent, kan ik ook even? Ik wil graag een kopje koffie, maar ik heb even allebei mijn handen vol voor... Wil je even hem dan even een bakje pakken? Nee. Heb je er wat in? Ja, wel een bakje. Heb je er wat in? Beetje suiker alsjeblieft. Beetje suiker? Om eens achter te komen wat bedrijf heeft op uw uitdruk, om het zo te noemen. Het is heel simpel, wij krijgen een melding en we rijden op alle meldingen. En bij de eerste melding hadden we zoiets, toen die hier kwam, toen zijn we alleen even langs gereden. Toen was het verhaal van ze benaderen mensen agressief. Volgens mij is de politie agressief. We rijden gewoon door en laten we vooral gaan. Want
Dat maar zou even het moeten kunnen. En de tweede melding komt. Ik zei, nou, dan gaan we toch even kijken. Dan wil ik toch ook weten. En toen kwamen ze met het verhaaltje. Ja, ze spreken kinderen aan. Oh. Deze mensen, daar krijgen ze spijt van. Waar iedereen gewoon iets kan. En zeggen. Ja, maar. Nou. We willen de mensen beschermen tegen de leugen van de overheid. He? Ze moeten een waarheidsvinding doen, maar dat kunnen ze niet meer. Ze dienen de leugen. Oh, wat erg. Opa, ik heb 10 kleinkinderen en ik ga geen kinderen lastig vallen met dit onderwerp. Absoluut niet. Hij zegt ook alleen maar, het is een melding. Ja. We gaan de discussie ook niet aan. Het is geen discussie, het is gewoon een gesprek, man. Kom, wat een stom woord discussie. Nou, als u zelf tegen mij praat, wil ik met u praten. Maar een volwassen man met een praatpop gaat nou, even te ver vandaag. Nou, dan ga je vandaag te ver. Wend er maar vast aan, jongen. Ja, maar dat is inderdaad wel een niet-te-ver. Wend er maar vast aan. Niet dat we hier komen met slechte bedoelingen. Dat, nou, dat is goed, jullie staan er slechte bedoelingen. Nee hoor, ik doe het nog steeds uit vrije wil. Hij zegt zelfs, ik doe het allemaal uit vrije wil. Dat is nog erger. Dat is sowieso op medewerkers. Toenemt. In New York, ik weet niet of je het gelezen hebt, 72.000 mensen in de zorg worden zonder salaris naar huis gestuurd. Ja. Vorig jaar stond iedereen... Bravo, geweldig! Omdat ze onbeschermd hun werk deden. Ik ga toch even... Uitliefde voor de patiënt. En nu worden 72.000 mensen zonder salaris naar huis gestuurd. Oh. En dat komt langs aan deze kant. Deloitte en Touche. Ja, broodroof heet dat. We gaan medewerkers controleren. Broodroof. Bouwverlies in huis. Ja, officieel woord broodroof. Als je andere mensen, dat staat bij de mensenrechten, staat het bovenaan, broodroof. Ik ben bang dat ze heel aardig en dezelfde kant op gaan ze voor, helaas. Ja. Hij geeft het nieuwe toe dat er een super lockdown aan komt. Ze hebben geld gekregen, ze kunnen erop. 1 miljard om de bevolking te onderdrukken. 1 miljard. 24 SOA's komen eraan. Teweeg wil brengen, of daar in ieder geval... medewerking aan te verleend. En artikel 97a wetboek van strafrecht zegt, als jij medewerking verleent aan een buitenlandse macht, noem ik het maar even. Ja, bezetting. Tot stand brengen van een omwenteling. Oh, ja. Strafbaar. En ik vraag jullie politicus, we hebben nu dus die 4 leden die lid zijn van het World Economic Forum, de lijsttrekkers van 4 grote prijzen. Kaag, meneer Rutte, Jette en nog eentje. Toch? PvdA. Oh ja, pardon. Niet gewoon aanklagen. Dat komt er nog aan, daar zijn we mee bezig. Geduld. En gelukkig hebben we de politie. Ze stemmen in de Tweede Kamer, maar ze hebben een meerderheid. Ja. Opgeleid door Swaap. En komen Futures of. Vlinder. Dan kun je zo'n code kun je niet meer tanken. Maar goed, u heeft niet voor dit vak gekozen om. De mensheid te mishandelen. Nee. Kort. Eén kant van het verhaal. Iedereen die je daar denk ik over bevraagt. Zoveel mensen, zoveel meningen. Ja. Mening als waarheidsvinding. Hou het rustig. Ja, wel. Nee, echt niet. Want jullie staan er voor een bepaalde zaak. Het zou jammer zijn als die negatief beïnvloed. Als mensen de andere kant op kijken. Daarom kom ik ook de boeren ondersteunen. Hele leuke gesprekken met mensen. Ook net een jonge vrouw met een kindje. Ja. Die zei van ik vind het verschrikkelijk wat er gebeurt. Ja. Ik ga naar een cafetaria en ik mag gewoon binnen aan de toonbank staan en iets bestellen. En dan moet ik opeten, maar dan wil ik naar binnen een plasje doen en dan moet ik ineens een code laten zien. Juist. Ja. Ik bewijs dat ik gezond ben. Hoe ziek is de wereld? Hoe ziek? Maar goed, ik hoop dat jullie aan de goede kant blijven staan. Ja, dat hopen we, maar geloof me, ik loop 1,5 jaar mee, dat gaat nooit meer worden. Ja. Goed, bedankt voor de dag, heren. Ja. Ik vind dat elke agent een nummer moet. Iedereen moet een nummer hebben. Een eigen nummertje. Net zoals wij. Doei! Wat? Een eigen nummertje. Nou, daar gaan ze dan weer. Hij wil niet met de pop praten, nou. Deze pop wil ook met jou praten. Hij zegt, ja, als jullie het rustig houden, dan komt alles goed. Verkeerde kant van de geschiedenis, jongens. Daar kan ik je over vertellen. Duidelijk zei mijn oma dat. Dat moet je niet doen. Nee. Nou, jongens. Ik wens jullie nog een prettige dag. Doei. Doei. Doei.
Doei.